Hoi, ik ben Joy en superleuk dat je er weer bij bent om samen met mij deze workout te doen. We hebben deze keer een leuke workout voor als je thuis even lekker een half uurtje wil sporten. En in dat half uurtje gaan we vooral veel afwisseling doen, niet al te moeilijke oefeningen en we gaan ook niet springen. Dus dat wil zeggen dat je buren er ook geen last van hebben. Gewoon 30 minuten even flink knallen. Ben jij er klaar voor? Let's go! We gaan elke keer 2,5 minuut werken en dan heb je 30 seconden rust. In totaal doen we dus 10 rondjes van die 3 minuten. Yes, je eerste oefening wordt een roundhouse en een courtesy lunge. Dan zet je hem achter neer, zak je in. En datzelfde doe je aan de andere kant. Yes, dus goed die heupen openen, achter neerzetten. Goed je knie naar de grond toe duwen. Yes, in 3, 2, 1, let's go. Openen, achter neerzetten, zakken. En omhoog. Dus open die heupen. Heel goed. En zak echt recht door je benen. Borst hou je op. Heel goed. Eerst probeer hem ook zo ver mogelijk naar de zijkant open te openen. Dus niet alleen naar de voorkant en hier laten zakken. Echt helemaal openen naar de zijkant. Achter neerzetten. En dan zakken. Heel goed. Spanning mooi op je buik. Netjes. Yes. Come on, hou vol. Die benen mooi opwarmen. Nog 20 seconden. Dan gaan we door naar je volgende oefening. In je tweede minuut van deze eerste ronde. Ik ga de volgende oefening alvast aan je voordoen. Dat wordt een kick helemaal rond. En dan ook naar de andere kant. Yes. Zo de hele tijd omwisselen. Ready? Doe maar mee. Open, terug. Open, terug. Yes. Heel goed. We gaan het tempo een beetje opvoeren. Yes. Hartslag een beetje omhoog. Omhoog en opzij. Hop. Netjes. Je lichaam mag een beetje meebewegen. Om je been nog hoger te krijgen. Heel goed. Yes. Netjes. Kom op. 30 seconden nog. Top bezig. Straks gaan we voor die laatste 30 seconden naar een statische oefening. Dus even zonder bewegen. Krachtig een pose vasthouden. Yes. Netjes. Come on. Ga door. Ik ga die pose aan je voordoen. We gaan straks op onze tenen omhoog reiken. Go. Kom maar staan. Heel goed. Come on. Knijp je buik, duw jezelf omhoog. Zoek één punt waar je op kan focussen. Yes, netjes. Kom aan, op de helft. Schouders ontspannen. Hou vol, bijna pauze. Spanning in je kuiten. 4, 3, 2, 1. En ontspan. Heel goed, kom naar de grond, naar je matje toe. Oké, wat gaan we doen? Straks als eerste handen en tenen in de grond. En dan mag je je tenen dichterbij zetten, zodat je knieën onder je heupen zijn. Ja, want hier vandaan ga je naar achter en dan duw je jezelf naar voren. Ga naar achter en duw weer naar voren. Yes, dus je maakt jezelf helemaal lang. Duw je knie richting je elleboog en weer terug. Knie richting je elleboog. Go, kom maar mee. Naar achter, knie naar je elleboog. Naar achter en knie naar je elleboog. Heel goed. Hou spanning op je buik. En zorg dat je niet te veel zakt naar beneden in die uitgangspositie. Yes, netjes. Come on, hou vol. Mooie krachtige beweging. Yes. Come on. Even wikkelen. Elke keer die schouders duw je boven je handen. Heel goed. Come on. Yes. Bijna. Ik ga de volgende oefening alvast aan je voordoen. Ga nog even door. Je komt straks liggen op je buik. En dan gaan we als het ware zwemmen.
Yes, dus je duwt je benen van de grond, armen en borst van de grond. En je mag nu gaan water trappelen. Yes, kom maar liggen. Go. Heel goed. Duw die schouders naar beneden en trek die schouderbladen naar elkaar toe. Knijp in je billen, knieën en voeten van de grond. Water trappelen maar. En ook hier. Heel goed, hou vol. Come on. Kijk gewoon lekker recht naar de grond, hè. Niet naar voren kijken, want dan krijg je last van je nek. Voel die spanning oplopen. De achterkant van je lichaam. En de minuut is best wel lang, hè. Dus gaat het echt niet meer. Neem je twee tellen rust. Dan ga je zo snel mogelijk weer door. Come on, hou vol. Oké, straks gaan we weer naar die laatste 30 seconden statische houding. Wat gaan we doen? Ik ga hem aan je voordoen. We gaan naar een push-up hold. Onder in je push-up positie ga je hem vasthouden. Dus je zak naar beneden. Go. Dan blijf je hier staan. Come on, hou vol. Yes. Goed, 18 blijven duwen. Borsten openen. Come on, duw die hielen een beetje weg. Want ook op je benen staat spanning, hè? Come on, 15 seconden nog. Hou vol, hou vol. Come on. Deze is zwaar, hè? Even doorzetten. 4, 3, 2, 1. Ontspan. Of duw op. Schud je armen lekker los. En kom weer staan. Oké. Volgende oefening ga ik aan je voordoen. Wat gaan we doen? Hier vandaan. Squat. Heel lift. Squat. Heel lift. Yes. Duw de hielen van de grond af. Op het moment dat je uit je squat komt. Knieën goed naar buiten. Billen naar achter. In 3, 2, 1. Go. Kom maar. Squat. Duw omhoog. Heel goed. En ik wil dat je hem explosief omhoog duwt. Yes. Omhoog. Heel goed. Kom aan. Knijp in die billen. Maar zorg dat je jezelf recht omhoog duwt. Hè? En niet die heupen naar voren duwen. Dus niet dit gaan doen. Nee, recht omhoog. Yes, kruin richting het plafond. En je heupen nog steeds in lijn met je schouders. Kom aan, hou vol. Omhoog. Nice. Heel goed. Kom aan. Topper. Ben je nog diep aan het zakken? Ja, hè? Heel goed. Explosief omhoog. Spanning hou je op je buik. Ga door, ik doe de volgende aan je voor. We blijven in die squat. En om en om ga je je knie gekruist omhoog brengen. Go, kom maar. Kruis omhoog. Kruis omhoog. Yes. Heel goed. Wil je er zeker van zijn dat je hem ver genoeg kruist? Gebruik dan je elleboog. Yes. Dus je mag je hand gebruiken. Dan wil je verder. Gebruik dan je elleboog. Yes. Come on, hou vol. Hartslag omhoog. En vooral ook die spanning. Je benen omhoog, hè. Come on. Netjes. Heel even nog. Hou vol. Heel goed, come on. Schouders laag, spanning op je buik. Duwen. En duwen. Oké, 10 seconden nog. Voordat we naar die statische gaan. Nou, 3 keer raden. En squat hold onderin. Yes, in 3, 2, 1. Hou maar vast. Yes, knieën naar buiten. Billen naar achter. Spanning op je buik. Borst op. Come on. Hou vol, hou vol. En zorg dat je actief staat, hè. Dus niet hierin hangen. Dat kan ik ook, dat is lekker relaxed. Actief duwen. Vanuit die benen. Knijp in die billen. Hou vol, hou vol. Kom aan. Bijna. Bijna. 5, 4, 3, 2, 1. Oef. Zet los. Zware beentjes. Oké. Maar we gaan door met die benen. Ja, ben je er klaar voor? Tuurlijk. Ik wil hem alvast aan je voor. Wat ga je doen? Je stapt naar achter. Hier vandaan. Tap je hiel aan. En stap je weer terug. Yes. Eén been. Elke keer dezelfde naar achter.
Yes, pure verzuring. En je standbeen. Ready? In 3, 2, 1, kom maar. Stap naar achter, tap je hiel aan en terug. Nog een keer. Stap naar achter, bam bam en terug. Yes. Come on. Heel goed. Zorg hier dat je echt laag bent, hè. Knieën 90 graden, knieën 90 graden. Yes. Check maar of ik het goed doe. Ja, ben ik 90-90? Heel goed. Come on, hou vol. Tap, tap en terug. Bam. Tap, tap en terug. Hou vol. Oké. Voel je die verzuring in je billen? Wel. Dan gaan we nog een beetje verder omhoog brengen. Oké. Ga door. Ik ga de volgende oefening aan je voordoen. Wat ga je doen? Zelfde been. Komt weer naar achter. In een klein mini lunge. En daar vandaan kick je hem naar voren. Yes. Tempo omhoog. Elke keer die mini lunge. En die kick. Go. Tap, kick. Tap, kick. Heel goed. Come on, hou vol. Spanning op je buik. En zoals je ziet, beweegt mijn lichaam, hè. Van voor naar achter. En vooral die heupen. Elke keer naar achter, naar voor. Yes, heel goed. En dit been, dat gaat verzuren. Maar hou vol, come on. Hou je knie zacht. Blijf lachen. Yes, come on, hou vol. Heel goed. Hartslag omhoog. Zweetdruppels op je voorhoofd. 20 seconden nog. Oh, en mijn coördinatie is steeds verder te zoeken. Val elke keer bijna onder ook. Oké, ga door. Straks je statische. Drie keer draaien. En statische lunge. In die bodempositie. Ready? 3, 2, 1, kom maar. Sterk. Krachtig. Borst op. 90, 90. Yes, knijp in die billen. En hou je borst op. Knijp ook in die buik. Yes. Hou vol, hou vol. Kom aan. Gewoon ademen. Gaat goed. Echt waar. Yes, kom aan. Heel vol. Hou vol. 10 seconden. Nu stiekem omhoog kruipen. 4, 3, 2, 1. En duw hem omhoog. Schud los. Heel erg goed bezig. Top aan het werk. Wat gaan we doen? Hetzelfde, maar dan aan de andere kant. Yes. Dus net de hele tijd je ene been achter. Nu je andere been achter. Tap weer je hiel. En stap hem terug. Ready? Maak je klaar. Haal adem. In 5, 4, 3, 2, 1. Andere been lunge. Go. Bam. En terug. Oké. En ik merk meteen dat mijn benen al flink verzuurd zijn en goed vol zijn. Want ik sta goed te wiebelen. En ik hoop dat je met me meedoet. Met het wiebelen dan, hè? Met de workout sowieso. Come on, borst op. En denk weer aan die 90-90, hè? Recht naar beneden zakken. Come on, diep. Bam. En terug. Hou vol, hou vol. Over de helft van je eerste minuut. Zet door. Yes, heel goed. Come on. Oké. Ik hoef eigenlijk de volgende niet voor te doen, hè. Want je weet wat er komen gaat. Ik zal hem toch even aan je voordoen. Wat gaan we doen? Zelfde benen achter. Mini lunge. Kick naar voren. Mini lunge. Kick naar voren. Yes. In 3, 2, 1. Doe maar mee. Hop. En hop. Kom aan, spanning op je buik. En als je net zoals ik de neiging hebt om te vallen, zorg dan dat je je benen wat breder plaatst. Yes, dus hier zet je die voeten wat verder uit elkaar, zodat je een beetje balans krijgt. Yes, come on, hou vol. Netjes, zit het er nog in om dat tempo een beetje omhoog te voeren? Jawel hè, come on. Hijgen en zweten, netjes. Heel goed, blijf aan die heupen denken. Elke keer van achter naar voor, van achter naar voor. Yes. Come on. Oké, en ook die laatste statische, die weet je, hè. Die lunge, onderin. Come on.
Ready? Adem in. 4, 3, 2, 1. Lunge. Heel goed. Adem. Borst op. Spanning op je buik. En geniet van de rust. Semi-rust. Die benen denken er misschien iets anders over. Maar je hartslag, je ademhaling heeft even rust. Come on. Heel netjes. Come on, diep hè. Voet zakken. Spanning op die benen, op die billen. 4, 3, 2, 1. Los. Benen los. Haal adem. En kom weer naar de grond. Op je billen. Op je rug eigenlijk. Maar hier vandaan gaan we naar een window washer. Wat gaan we doen? Je komt liggen op je rug. Voeten recht naar het plafond. Dan laat je je benen de ene kant op vallen. En daarna trek je hem terug. Laat je ze de andere kant op vallen. Yes, goed. Spanning vanuit die buik. Langzaam laten vallen. En weer omhoog trekken. Yes, go. Kom maar. Langzaam laten vallen. En trek hem omhoog. Heel goed. Je mag je hoofd lekker neerleggen. Trek hem omhoog. Heel goed. Is dit too much? Dan mag je altijd je knieën buigen. Als je maar zorgt dat die knieën boven je heupen blijven. Yes. Come on, hou vol. Yes. Netjes. Goed knijpen. Uit die buik. Goed roteren. Come on, hou vol. Yes. Heel goed. Hou vol, hou vol. Je kan dit. Dan soort ruiten wisselen. We zijn even onze auto aan het schoonmaken. Oké, ga door. Ga de volgende aan je voordoen. Voeten in de grond. Hier vandaan. Omhoog. En dan wil ik dat je twee keer bokst van zijkant naar zijkant. Kom je weer liggen. Yes. Go, kom maar. Omhoog. Boksen, boksen. En terug. Weer omhoog. Boksen, boksen. Goed indraaien. Dus echt helemaal naar die zijkant. En dan weer terug. Come on, hou vol. Yes. Netjes. Dat tempo, dat mag omhoog, hè? Come on. En gebruik die armen. Duw jezelf omhoog in die sit-up. Yes, mooie rechterrug. Heel goed. Come on. En echt goed indraaien. Dus hier vandaan helemaal opzij. Van zijkant naar zijkant. Goed voor die buikspieren. Heel goed. Come on, hou vol. Yes. Bijna weer naar die statische. Ga door. Ik ga hem aan je voordoen. We gaan straks naar een boat pose. Je komt op die billen. Voeten van de grond. En die armen naast je knieën. Borst op. Vasthouden. Yes. Go. Kom maar. Bootje varen. Continue spanning voor 30 seconden lang. Op die buikspieren. Hou vol, hè. Hou die borst op. Spanning op die buik. Netjes. Come on. Ik eet haar. Jullie misschien ook wel eens last van. 10 seconden nog. Hou vol, hou vol. Come on. 4, 3, 2, 1. En terug. Oeh, kom weer staan. We hebben weer even pauze. Voordat we doorgaan naar de volgende. Wat gaan we doen? Die even aan de kant voordat we onderuit gaan. Om en om. 1 knietje omhoog. En dan je tenen omhoog. Yes, dus 1 knie. En 1 keer die tenen aantappen. Ook weer goed voor die buik. Maar wel met 1 been op de grond. Yes. Ready? In 3, 2, 1. Go. Knie en tenen. Om en om. Knie en tenen. Heel goed. Hou die borst goed op. Schouders laag. Netjes. Come on. Heel goed. En misschien heb jij hetzelfde als wat ik nu heb. Namelijk hele zware benen. Van die squats. En van die lunges. Maar hou vol, hè. Want hoe zwaarder die benen, hoe meer spanning op die buik. Heel goed. Come on. Yes. Hou vol, hou vol. Yes. Oké. Volgende ga ik weer aan je voordoen. Wat gaan we doen? We gaan naar een slow burpee. Dus hier vandaan.
ga je beide handen op de grond. Je loopt naar achter. Je loopt weer naar voor. En dan tap je één teen aan. Dan doe je datzelfde. En dan je andere teen. Yes? Go. Dus naar de grond. Loop naar achter. Loop naar voor. Tap één teen aan. Nog een keer. Loop naar achter. Loop naar voor. Andere teen aantikken. Yes? Naar achter. Naar voor. En tap. Heel goed. Come on. En tap. Goed, spanning op je buik, hè? Want elke keer stap je naar een plankpositie. Heel goed, come on, hou vol. Yes, en deze hoeft niet zo snel te zijn, hè? Als je hem maar krachtig maakt en groot maakt. Netjes. Come on. Hou vol. Bam. Yes. Straks weer die 30 seconden. Statische houding. Wat gaan we doen? 30 seconden planken. Dus je mag straks in de grond, naar de grond, op handen en tenen. Yes. In 3, 2, 1. Kom maar, plankpositie. Yes, handen onder je schouders, tenen in de grond. Knijp in die buik, knijp in die billen. En kantel een beetje die bekken naar voren. Heel goed, kom aan. Zodat je niet gaat hangen in die onderrug. Echt knijpen in die buik. Heel goed, hartslag hoog. Misschien die eerste zweetdruppels hier tussen je handen op de grond. Kom aan, duwen vanuit je handen. Hou vol. 5, 4, 3, 2, 1. En rust. Heel goed. Oké, haal adem. We gaan weer richting je matje. Dus kom liggen. Op je rug. Voeten in je matje. Rug in je matje. En hier vandaan wil ik dat je straks die heupen omhoog duwt in die glute bridge. Dus gewoon een statische glute bridge. En hier vandaan een chest press omhoog. Dus doe alsof je 2 keer 10 kilo in je handen hebt. Duw hem omhoog. Yes. Go. Kom maar. Duwen en terug. Duwen en terug. Heel goed. Kom aan, knijp die billen zo hoog mogelijk. Hou vol. Elke keer die ellebogen naar de grond. En strek hem uit omhoog. En doe alsof je dat met flinke weerstand doet, hè. Duwen. Kom aan. Heel goed. Yes, netjes. Blijf hoog. Als je merkt dat je stiekem naar beneden aan het zakken bent, knijp er in die billen. Duw die heupen omhoog. Yes. Kom aan. Heel goed. Hou vol. Hou vol. Ik ga bijna weer de volgende aan je voordoen. En dat wordt een alternating leg lift. Dus we blijven in die bridge. Hier vandaan naar beneden. Om en om. Lift je één been mee omhoog. Yes. Knietje richting het plafond. Ready? Go. Kom maar. Lift up. En terug. Lift up. En terug. Heel goed. Kom aan, duw uit die hielen omhoog. Knijp in die billen. Netjes. Elke keer die heupen zo hoog mogelijk, hè. Hou vol, hou vol. Voel die verzuring in die billen. Yes. Lift die benen omhoog. En wordt dit nou too much, mag je uiteraard ook beide benen op de grond laten. En gewoon alleen maar die billen omhoog, hè. Come on. Hou vol. Yes. We gaan bijna weer naar die statische. En dat wordt gewoon een bridge bovenin vasthouden. Yes. Over 5 minuten, mag je hier bovenin die bridge vasthouden. Go. Kom maar. Even nog die volledige verzuring in die bilspier. Duw die knieën ook een beetje naar buiten. En die heupen zo hoog mogelijk. Come on, hou vol. Yes, bijna. Minder dan de helft van de halve seconde. Ik ben lekker bezig met mijn minuten en mijn seconden. Helemaal aan de war. Hou vol. Yes. 4, 3, 2, 1. Kom liggen. En kom ook meteen weer staan. Oké. Okay. Zweet van je voorhoofd. Wat gaan we doen? Oh. Oké. Okay. We gaan een single knee lift omhoog doen. Yes. Dus we hebben elke keer één been.
Die we omhoog doen en omhoog doen. Yes. Oké, okay. Adem in. Ready? 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 Go. Kom maar. Lift en lift. Yes, kom maar. Om en om, van been naar been. Heel goed. Zoek je balans. Trek die knieën omhoog en hou spanning op je buik. Netjes. Ja, goed. Come on, hou vol, hou vol. Yes. En als je wil, mag je jezelf proberen zo breed mogelijk te maken. Dus elke keer echt helemaal van rechts naar links springen. Ja, goed. Come on, hou vol, hou vol. Netjes. Oké, okay. Volgende ga ik aan je voordoen. We gaan 30 om 30 seconden werken. Je blijft op één been staan. Hier vandaan. Klein hopje naar voor. Klein hopje opzij. Klein hopje naar achter. Klein hopje naar voor. Yes. Kleine hopjes. Ready. Go. Klein hopje. Klein hopje. Klein hopje. Heel goed. Dus we werken elke keer in kleine vierkantjes. 30 seconden op je ene been. 30 seconden op je andere been. Spanning op je buik. En als je omvalt, niks aan de hand, hè? Hou vol, hou vol. Come on. Yes. 5 seconden nog. En dan gaan we naar je andere been. Ready? Switch. Ja, andere kant op, vierkantje. Heel goed. En als je wil, zoek je één focuspunt, hè? Dus focus op één punt op de grond. Dan kan je wel beter je balans houden. Oké, okay, straks die statische houding die we gaan doen. Wordt een single deadlift hold. Dus je zakt door je standbeen en je strekt benen achter. Borst op, knijp in die billen en vasthouden voor 30 seconden. Yes, go, kom maar. Belangrijk, zorg dat je echt in je standbeen gezakt bent. Spanning op die billen, borst omhoog en lift je been omhoog. Hè? Dus niet ergens laten hangen. Lift hem omhoog, knijp in die billen. Ja, goed, kom aan, hou vol. Hou vol. Hierna je laatste ronde. Je laatste 3 minuten van deze 30 minuten workout. Kom aan, hou vol. Verzuring in je been. 3, 2, 1 en rust. Schud je benen los. Je laatste 3 minuten. Ben je er klaar voor? Ja? 2 dribbles van je voorhoofd. Haal even adem en ik ga alvast de oefening aan je voordoen. Straks. Rol je af, loop je naar voren, loop je weer terug. En hier vandaan duw je jezelf omhoog. Yes, alleen op die tenen, niet springen. Alleen maar reachen omhoog. Ready? 5, 4, 3, 2, 1, go. Kom maar. Loop naar voren, naar die plankpositie, loop terug en duw jezelf omhoog. Ging ik bijna alsnog springen, maar ik verloor gewoon mijn evenwicht. Heel goed, alleen maar op die tenen. Lift up. Come on. Hou vol. Duwen. Netjes. Come on. Alsof je 2 meter lang wil worden. Rijk omhoog. Goed, spanning op die buik. Netjes. Kom maar, je bent over de helft. 20 seconden nog. Yes, ik doe de volgende oefening aan je voor. Ga nog even door. Alsof je iets vast hebt. Rijk weer omhoog. Op die tenen. En gooi het op de grond. Pak het weer op. Rijk omhoog. Gooi het op de grond. Zo snel mogelijk die smash. 3, 2, 1, go. Rijk en gooien. Rijk en gooien. Heel goed. Je mag uitademen. Yes, come on. Gebruik die kracht. Zo hard mogelijk naar beneden. Yes. Belangrijk is dat je dat doet in een mooie squatpositie. Ja, dus knieën naar buiten, billen naar achter. Spanning op je buik. Leg de rug. Come on. Yes. Bijna. Nog 30 seconden. Netjes. Heel goed. Hou vol, hou vol. Ben je sneller? Ja, hè? Come on. Even doorzetten nog. Straks weer die statische. En dat wordt een single deadlift hold.
aan de andere kant. Yes, dus nu met de andere been. Die holt. Ready? 1, 5, 4, 3, 2, 1. Single deadlift hold. Riebel, riebel. Zoek je evenwicht. Knijp in de billen. Zacht in de stand. Borst op weg. Trek die schouderbladen naar elkaar toe. Dan moet je een kopje koffie of thee op je bovenrug kunnen zetten. Dus als je zo staat, valt hij er vanaf, hè? Dan is je dek. Kom maar, naar boven. Goed. Knijp in de billen. Goed. 4, 3, 2, 1. Yes. En het zit erop. Heel erg goed gedaan. Hard gewerkt. Ik hoop je heel graag te zien bij de volgende workout. Doei!